Hallo allemaal, mijn naam is Megan Bakker en ik ga voor jullie een hele vrijheidsdressuurserie opnemen. In deze video ga ik jullie de basis uitleggen om een veilige en goede start te maken. Om met de eerste vraag te beginnen, wat is vrijheidsdressuur? Vrijheidsdressuur zijn natuurlijke oefeningen wat wij als mens op een commando vastzetten. Paard of pony kent het eigenlijk allemaal al. Denk maar bijvoorbeeld aan het liggen, flamen, steigeren, de buiging als het paard zich uittrekt. Het paard kent het al, alleen wij willen het op een commando hebben. Verder zie je vrijheidsdressuur ook veel in paardenshows, in films zie je het ook. Bijvoorbeeld Black Beauty, denk aan dat steigerende paard. Nou, dat is ook een commando aangeleerd. Denk aan paardenshows zoals Cavalia, Appassionata, Horse Event, daar zie je allemaal hele gave paardenshows. Ja, goed zo. Moet zult even dat ik hem knuffel, en Diego ook. Dus vrijheidsdressuur zijn natuurlijke oefeningen wat je op een commando vastzet. Yes. Vrijheidsdressuur is niet alleen heel erg mooi om te zien, maar als je het goed uitvoert, heeft het ook nog een keer effect op de spieren. Daarbij is vrijheidsdressuur ook leuk voor bijvoorbeeld jonge ponies, bijvoorbeeld om het flamen aan te leren. Paarden met een blessure die op stal moeten staan, die kan je bijvoorbeeld allemaal leuke hoofdoefeningen aanleren, zoals het flamen. Goed, hup. Goed zo, jongen. En dan als vraag 2, wat heb je nodig? Zoals jullie zien, ik gebruik een zweep ter verlenging van mijn arm, been, hoort zo. Ik gebruik een voerbeloning, dit kunnen gewoon bikjes zijn, stukjes appel, gewoon een beloning, maar aai, dat kan ook gewoon. Zoals jullie zien heeft Poet ook een halster om met een touw, dit kan ook een touwhalster zijn, halstertouw, dat maakt niet uit. Touwtje is ook handig. Nou, waarom? Als je begint met vrijheidsdressuur, weet je niet hoe je pony erop reageert. Dus als je pony wegloopt, kan je altijd even corrigeren van, hey, even hier blijven. Daarbij, als je begint met vrijheidsdressuur, is het ook heel handig om toestemming te vragen aan de eigenaar als je een verzorgpony hebt. Dus dan raad ik altijd aan, vraag het even aan de eigenaar, stel het voor, leg uit wat vrijheidsdressuur is. Nou, en als je dan mag beginnen en je hebt een zweepje, een halster en een touw, eventueel een voerbeloning of een klikker, dan ben je al heel end. En dan nummer 3, de basis en het grondwerk. Als je met vrijheidsdressuur begint, raad ik altijd aan om met een goede basis en grondwerk te beginnen. Nou, wat houdt dit nou in? Je pony kan netjes meelopen en halt houden wanneer jij dit vraagt. Oh. Je pony moet meteen stilstaan als jij dit vraagt. Dan kan je ook in draf oefenen. Draf. Kijk, zo zie je dat ik poets met het halstertouw kan corrigeren als het even stil moet staan. Nou, bij de basis wordt ook weer teruglopen. Poets, terug, terug, nee, terug. Poets, zo. Het wijken voor druk, dat de pony aan de kant gaat op jouw druk. Kijk. Kijk. Poets, zo. Het parkeren is ook een oefening dat je pony blijft staan als jij dit wilt. Oh. Zo, kom maar. Juist. Heel kapot. En tussendoor mag je best wel wat lekkers belonen. Nou, als de basis er goed in zit, dan kan je gaan beginnen. Maar er zijn ook nog andere oefeningen, zoals dat je pony uit jouw ruimte moet blijven, wat inhoudt. Poets moet daar blijven staan. Dit is mijn ruimte. Nee. Nee, nee. Komt Poets in mijn ruimte, dan zet ik hem terug. Je kan ook bijvoorbeeld voedsel weigeren aanleren. Maar hier ga ik een aparte video over maken. Zoals het voedsel weigeren, je eigen ruimte inparkeren. Hier komt allemaal een aparte video over. Spagen, spagen, spagen. Compliment. Compliment. Ja. Kom op. Ja. Ja, kom op. Goed. Compliment. Nee, compliment. Juist. Er zijn ook commando's bij de vrijheidsdressuur. Lichaamcommando's. Bijvoorbeeld voet, let op. Sta op. Goed zo. Hierbij was mijn lichaamcommando zweep in de lucht. Heel goed. En mijn stemcommando bijvoorbeeld sta op. Heel goed. Ik raad ook altijd aan om bij oefeningen zoals het stijgeren, grote oefeningen, niet de alledaagse commando te hebben. Bijvoorbeeld hoog. Dat als je pony aankomt, gaat hij zegt ho. En je paard verwart het met hoog, gaat je paard stijgen. Let ook altijd op dat je het commando goed uitspreekt. Dus niet bijvoorbeeld... Goed, sta op.
boots, been. Boots, lig. Nee, dat snappen ze niet. Die link gaan ze niet leggen. Maar als je nou zegt, boots, down. Ja, down. Kom maar. Down. Down. Ja, even gasjes. Ja, goed zo. Dat snap je pony veel eerder. Er zijn ook commando's met de zweep, zoals ik al zei. Bijvoorbeeld nu het zitten. Nee. De zweep is nu een verlenging van mijn arm. Want als ik dat nu zo vraag, dan is de kans dat die hoef tegen mijn gezicht komt echt super groot. Dus de zweep als verlenging van je arm, maar bijvoorbeeld ook bij het nemen. Dag. Dan is je vinger je verlenging. Goed zo, heel goed. En probeer ook altijd dat de commando's niet op elkaar lijken. Dus been, flame, dat lijkt op elkaar. Maar pak dan bijvoorbeeld voetje en lach. Dat is ook anders. Probeer ook altijd binnen 3 seconden te belonen. Dus niet dat ik boets, nu beloon voor het liggen wat hij net deed. Want dan weet hij niet meer en dan krijg je happerige ponies. Dus probeer altijd binnen 3 seconden te belonen. Heel goed. Nou, belonen kan ook, zoals ik al zei, gewoon door een ei te geven. Door een klikken. Maar ik werk met voer. Ik vind dat dit zelf wat fijner werkt. Nou, hoe begin je nou? Als je toestemming hebt van de eigenaar. Je hebt een zweepje, voedselbeloning, een halster en een touw. Een goede afgezette ruimte. Dus ik train nu in een grasveld. Maar mijn ponies zijn dit gewend. Maar als je begint met vrije dressuur, raad ik echt aan om in een afgesloten ruimte te beginnen. Dus in een rijbak, in een paddock, als het maar afgesloten is. Nou, zoals ik al zei, je hebt echt toestemming van de eigenaar nodig. Als de basis er goed in zit, dus je pony loopt netjes met jou mee. Hij stopt wanneer jij dit vraagt, gaat niet zomaar tegen je aanschuren. Je pony wijkt netjes voor druk, voedsel weigeren. Dat je pony gewoon respect voor jou heeft, uit jouw ruimte blijft. Een goede afgezette bak hebt, dan kan je gaan beginnen met vrijheidsdressuur. Ik raad wel aan de eerste keren les te volgen. Dit kan uiteraard bij mij, maar ook iemand uit jouw omgeving. Net zoals dressuur en springen. Westen, hier heb je ook les in, dus waarom dan niet bij de vrijheidsdressuur? Als je gewoon een goede start kan maken, is dat echt heel belangrijk. En dan als laatste heb ik nog iets heel leuks voor jullie. La Vitana heeft jou nodig. Nou, waarom? Ik ga voor jullie een hele vrijheidsdressuurserie opnemen. Hoe leer ik mijn paard flamen? Hoe leer ik het buigen? Hoe leer ik de spagaat? Mijn paard wil de trailer niet op, zoals Winnetou. Mijn paard is veel te speels, loopt me onver. Mijn paard wil juist niet spelen, mijn paard is lui. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Omdat mijn ponies en paarden eigenlijk al wel heel veel uit de vrijheidsdressuur kennen, is het lastig om het met hun uit te leggen. Want ik wil jullie echt het hele leerproces laten zien. Van hoe begin je nu? Hey joh, Diego. Oef. Ja, mijn pony hapt. Ga ik ook uitleggen. Nee, dus ik wil jullie echt het hele leerproces gaan laten zien. Echt vanaf de allereerste stapjes tot hoe de oefening echt perfect wordt te zijn. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Dus hou mijn Facebook goed in de gaten. Hier zet ik regelmatig een oproepje van: ik zoek iemand waarbij ik de chambette kan aanleren, een pony. Ik zoek een paard die niet wil spelen, zeg maar dat soort dingen. Dus hou mijn Facebook goed in de gaten en wie weet kom ik wel bij jou en je pony langs. Nou, allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leerzame video vonden. Doe zeker je duimpjes omhoog als je nog tips hebt of leuke dingen wat ik al ga filmen. Laat het dan zeker weten bij de reacties. Nou, allemaal heel erg bedankt voor het kijken en wie weet tot snel bij jou op locatie.